Het gaat heel erg slecht met Linda de Mol nu zij en haar familie zo in opspraak zijn geraakt. Haar grote liefde Jeroen Rietbergen, die ze afgelopen weekend de deur heeft gewezen, speelt een sleutelrol in het grootste showbisschandaal ooit in Nederland. Hij heeft zich misdragen achter de schermen bij The Voice of Holland, dat nu van de buis is gehaald. Er is echter ook kritiek op Linda. Ze wist van Jeroen's wangedrag bij The Voice, maar liet hem toch zijn baantje behouden, waardoor ze hem weer blootstelde aan eventuele nieuwe slachtoffers van zijn grensoverschrijdende gedrag. Bovendien stond ze maandag in de verklaring over haar relatiebreuk niet stil bij de getroffen Voice-kandidaten. Volgens privébaas Evert Santegoed zit Linda er helemaal doorheen. Linda wil niemand zien, behalve haar neef, kopt hij bij een foto waarop te zien is hoe Johnny de Mol tussen de peperdure bolides over Linda's oprijlaan wandelt. Linda heeft zich volgens Evert opgesloten in haar landhuis. Zij komt daar de deur niet uit, zelfs de hond wordt uitgelaten door iemand anders. Mensen tegenkomen tijdens haar ommetje: dat is iets waar Linda nu niet aan moet denken. Neef Johnny is de uitzondering. Linda zit er helemaal doorheen, weet hij. Verdriet, teleurstelling en schaamte vechten om voorrang, en dat maakt dat het even zal duren voordat Linda met opgeheven hoofd weer over een rode loper durft. Niet alleen de rode loper is ver weg, ook de buurtsuper waar zij anders graag voor een boodschapje komt, wordt door de presentatrice gemeden. Het is een unicum dat Linda haar werk heeft stilgelegd. Eigenlijk zou ze deze week in de studio staan voor opnames van Ik Hou van Holland, maar nu zit ze thuis op haar bank tussen de kleenex na de breuk van haar ex Sander Vale ging Linda wel gewoon door. Toen stond ze met rode, betraande ogen gewoon op de set van Gooise Vrouwen, vertelt een insider aan Evert. Maar nu doet zij dat niet. En dat zegt genoeg.